breekt er bijna van. Hè? Hij, uh... En zegt de rechter dan, verminder toerekeningsvatbaar Vandaar dus ook de TBS. Exact. En, en, en ja. deze nabestaande zegt, nou, daar ben ik dus dan blij mee... want met die TBS kan die uiteindelijk worden uitgezet. En ja. daar zit een, laten daar we zeggen, een, een inderlekker tegenstrijdigheid. precies Want uh, uh, deze man heeft dus een verblijfsvergunning. Ja. Inderdaad, zegt het IND ook, valt allemaal te lezen ook op de site van de IND... bij veroordeling wordt steeds bezien of het aanleiding kan geven... tot intrekking van de verblijfsvergunning. Ja. Waarbij in ieder geval bekeken wordt naar de duur... dat iemand een verblijfsvergunning heeft... En de van de gepleegde misdrijven. Exact, nou, exact. Dit misdrijf dat deze Lijkt man heeft wel, gehad, he? is zeer ja, zwaar te zeggen ze zelf ook hoor. Want zeden of geweldsdelicten exact. vallen daaronder. En ja. een TBS. Een TBS zorgt dus, moet uiteindelijk voor zorgen voor resocialisatie van ja. de betreffende persoon in de Nederlandse samenleving. Absoluut. En hoe kun je nou van de ene kant dus tegen een, uh, iemand zeggen. wij gaan jouw verblijfsvergunning intrekken. Met andere woorden, u mag niet langer legaal in dit land verblijven. En tegelijkertijd TBS voorstellen dat geen einddatum kent, dus deze man had een lengte der, da der ja. dagen in Nederland juist zo blijven vanwege die TBS. Het spreekt elkaar natuurlijk tegen. Er zijn eigenlijk twee punten die er heel erg belangrijk voor zijn. Hij heeft dus TBS opgelegd gekregen omdat er dus door de experts is gezegd Stories. dat hij inderdaad dus psychotisch zou zijn geweest op het moment dat hij het heeft gedaan. Ik heb daar persoonlijk ook mijn vraagtekens bij als ik kijk naar de feiten, maar ik ben natuurlijk geen psycholoog zelf. Um, maar goed, wat wel uh, in het inderdaad in het vonnis ook niet duidelijk is, is hoe die nou aan die psychose is gekomen. Dus er wordt inderdaad gesproken over alcoholgebruik. Dat had hij nu ook gedaan. Ja. Hij wist dat hij een alcohollimiet had. Ik zou ja. dan zeggen: hè, dat zijn verzwarende omstandigheden. Ja. Als iemand weet dat hij agressief wordt van alcohol. en dat is in het vonnis ook opgeschreven door de rechter, zou je zeggen: dat verzwaart het. Dat is in dit geval dus niet gebeurd. En dan inderdaad het punt van TBS en hoe. Uh, ja, paradoxaal dat dus is, hè. Inderdaad, met, uh, met het idee dat je iemand zou kunnen uitzetten hiervoor. En wat ook in het fragment dat wij net hoorden uh, heel schrijnend is... is dat er dus indruk wordt gewekt... dat de TBS noodzakelijk is om iemand te kunnen uitzetten. Die nabestaande zi vestigt zijn hoop daarop. Hij vestigt zijn hoop daarop. Hij zegt, hè, uh, voor heeft. ons zou het... Uh, zou het inderdaad vrede brengen als deze man wordt uitgezet? Dat is wat als rechtvaardig zou worden gezien. Ik denk dat wij daar aan tafel het allemaal mee eens zouden zijn. Ja. Deze man heeft geen plaats in onze maatschappij. Ja. En, um, alle rechten verspeeld. Hij heeft alle rechten verspeeld. Maar dus hij en heeft de TBS er, hij, is daar niet voor nodig. Maar hij krijgt nu verpleging, Ja. Dat nou, zit in uh, dit vonnis verborgen. Wat mij betreft is het enige wat hij krijgt een enkeltje in Eritrea. Ja, wat u uh, betreft. Dat, dat vind ik oprecht. Want dit zijn echt zo'n situaties waarin je even drie keer moet ademhalen voordat je wat zegt, omdat je bloed gewoon begint te, te koken. Te koken. koken ja. uh, dus dat probeer ik ook even te doen, even drie keer adem te halen. Uh, nee, maar dit zijn, dit zijn enorm zware, uh, zware zaken. Uh, het is inderdaad zo dat TBS is, is opgelegd. Uh, uh, zoals ik het heb begrepen, we hebben daar ook Kamervragen als VVD over gesteld. Is het mogelijk dat de IND zelfs voordat hij überhaupt de gevangenis in gaat, als een verblijfstatus intrekt? En dat betekent dat hij uit die gevangenis uh, gewoon rechtstreeks op vliegtuig kan... Uh, uh, naar, uh, naar Eritrea uh, terug. Maar overal dus ik, lees je dat... Ik vind het inderdaad een verwarrende uitspraak. Hij aan de wordt opgenomen. Aan de andere ja, kant, en, en, en ik denk dat, dat het ook, ook heel heet. belangrijk is... dat wij dus ook als politiek geen, geen millimeter ruimte... Toeslaan dat we gewoon heel duidelijk aangeven: als u dit doet, dan gaat u het land uit. Want anders zit een rechter ook met: uh, moet ik wel of geen TBS opleggen? Als het niet duidelijk is dat zo'n meneer na zes jaar moet vertrekken, ja, dan staat hij dus op straat. Dus ik vind het ook, wat dat betreft, is het dan ook wel verstandig uh, dat zo'n rechter zegt: dan doen we toch maar TBS. maar... Volgens mij is het ook het meest belangrijke dat we dus als politiek knip klip en klaar laten weten dat bij dit soort maatregelen je gewoon op het vliegtuig wordt gezet. Terwijl maar waarom gebeurt daar... dat dan? Want die nog tegenstrijdigheid waarom voelt u dus ook niet. Hè? Ja, nee, ik voel die, voel die tegenstrijdigheid enorm. Ik bedoel, uh, dat, dat is inderdaad. Uh, kijk, directer en ook TBS is, is primair ervoor bedoeld om de Nederlandse samenleving te beschermen. En daarvoor zit ik ook in, in het parlement. Uh, is om de Nederlandse samenleving tegen dit soort gekken uh, in bescherming te nemen. En wat mij betreft moeten we daar alle instrumentaria voor inzetten. om dit soort mensen zo snel mogelijk ons, ja. uh, ons ja. land uit te krijgen. TBS kost zo'n uh, beetje